plaatsen achter, makkelijk volgend eigenlijk die Buena Vista BR. Aan de buitenzijde komt de klasse in het veld naar voren. Want dat is toch echt Megan Flevo. Een van de leuke outsiders in de Mary Derby. I Love de Belanden komt tot schuin naast Joep Zwageman. En daarachter al dan niet uitgeschakeld, dat is Mondgaan, Maddox Worthy. Maar die zou er nog bij kunnen zitten. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar gooit die Mats Wester het hoogteroer uit. Achter nummer 3 Kerouan. En die brengt ze nu de laatste bocht in. En weet vooralsnog die nummer 8 Megan Flevo te pareren. Daarachter is het dan Buena Vista BR. Die heeft een lengte laten vallen. Probeert weer aan te zetten in de bocht. Maar moet eigenlijk meer oppassen voor Joep Zwageman die aan de kar is gekomen. Maar vooraan een hele mooie tweestrijd. Met aan de binnenzijde nog die Kerouan. Aan de buitenzijde echter de favoriet. En dat is paard nummer 8 Megan Flevo. Die met elke stap dichterbij komt. Erop en erover gaat. En Megan Flevo is de winnaar voor Kerouan. En op de derde plaats goed gelopen Buena Vista BR. En dat geldt ook daarachter voor Joep Zwageman. Die een eervolle vierde plaats noteert. Maar grote klas hoor. Megan Flevo, geen gemakkelijke koers. IJzersterke winnares van deze GCC BV-prijs. De tweede in de carrière. En daar is hij inmiddels aangekomen. Megan Flevo, paard nummer 8 met Robin Bokker. Dit is een vierjarige donkerbruine merrie van Musselmaas uit Constantia River. Gefokt door Aad van Schie en Titia Iwema. In eigendom dus van de stal de Gele Canaries. Trainer Bas Krebas en rijder Robin Bakker. En de uitslag is inmiddels ook officieel. Winnaar dus die 8, Megan Flevo. Met een groot feestje voor de Canaries die met de Kairouan de tweede plaats dus ook een dubbel succes hadden. En we gaan eerst de foto's maken met de grote gezelschap. Met een van de beste pikeurs van Nederland en misschien ook wel Europa, Robin Bakker. Die vandaag het ovaaltje aandoet en dus ook sowieso al een overwinning scoort. En we gaan eventjes naar Robin toe. Robin, gefeliciteerd. Het is een prachtig feestje zo. Ja, was zeker mooi. Deze liep voor het eerst kruip, maar stond er natuurlijk mooi in. En Bas zegt, het is echt een speedpaard. En de eerste bocht kon er mooi om een paar springers heen. En toen zat ik even in de gelegenheid om door te rijden naar de kop. Maar was het nog tegen me gezegd, denk erom een speedpaardje. Dus ik denk, joh, eerste keer, eerste koersje. Dus dan lossen we het zo op en ze maakt het sterk af. Super, Robin. Ik begrijp dat je gelijk weer een voorrijden, dus we gaan je niet langer ophouden. Nee, dankjewel. Prachtige overwinning voor Megan Flevo hier in koers 3, de GCC BV-prijs. Robin Bakker zit bijna alle koersen vandaag en gaat hij nog veel vader in actie zien. Dit keer dus in de kleuren van de Gele Canaries. En het applaus is voor hem met Megan Flevo. Nog circa 100 meter tot het startpunt. 50 meter nog. De start is gevallen, paarden onderweg en de strijd om de leiding barst los in vier sporen. Waarbij aan de binnenzijde die Lisa Alki met Jim Veldman de beste papieren heeft. We zien een galoppade in het veld voor Kom maar wel. We zien ook een galoppade voor paard nummer 4, Maddox Worthy. Deze paarden 7 galop. Vallen terug naar 1, de achterhoede. En we gaan aan de overzijde met een thans foutieve Lisa Alki naar de volgende bocht. En het is daar dat Kerouan conform de afspraak, zoals Mats Wester dat hier vertelde in de studio, de leiding heeft genomen. Op de tweede plaats, daarachter hebben we dan Buena Vista BR. Een beetje rommelige beginfase. Achter deze paarden ligt Joep Zwageman er mooi bij. En dat kan ook gezegd worden van paard nummer 8, Megan Flevo. Alle paarden op dit moment achter elkaar. En achter Megan Flevo zien we dan ook nog het nummer 6 van I Love de Belanden. Paarden komen langs de tribunes. Straks nog twee rondes te gaan. En aan kop van het veld, Kerouan. 1 en 7.
7. Uitgeschakeld 1 en 7. Een lengte voor op de tweede plaats Buena Vista BR. Daarachter volgt dan in derde stelling het nummer 5 van Joep Zwageman. En de vierde plaats is voor Megan Flevo. Achter Megan Flevo is de aansluiting voor I Love de Belande. En ik meen dat de overige paarden inmiddels onder de bel van uitschakeling zijn gevallen. Vooraan mag hij het tempo aardig naar de hand zetten. Mats Wester achter zijn Kerouan. En die heeft hier dan de leiding stevig in handen. Paard dat ook voor de Canaries uitkomt. Maar dan de strandsectie. En die brengt ze nu de verre linkerbocht in. Op de tweede plaats Buena Vista Bea. Daar komt aan de buitenzijde nu de Canaries Noord met een Megan Flevo. Zo dadelijk op een gedeelde derde plaats naar voren met Joep Zwageman. En daarachter de grote outsider I Love de Belande. En dat zijn de vijf paarden die de prijzen dan onderling gaan verdelen in de GCC. CBV-prijs. Straks nog één volledige ronde te gaan met dezelfde koploper. En dat is nog altijd Kerouan. Kerouan lengte voor op de tweede plaats erachter. Makkelijk volgend eigenlijk die Buena Vista BR. Aan de buitenzijde komt de klasse in het veld naar voren. Want dat is toch echt Megan Flevo. Een van de leuke outsiders in de Merry Derby. I Love de Belande komt tot schuin naast Joep Zwageman. En daarachter al dan niet uitgeschakeld. Dat is Mondgaan. Maddox Worthy. Maar die zou er nog bij kunnen zitten. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En daar gooit hij Mats Wester het hoogteroer uit. Achter nummer 3 Kerouan. En die brengt ze nu de laatste bocht in. En weet vooralsnog die nummer 8 Megan Flevo te pareren. Daarachter is het dan Buena Vista BR. Die heeft een lengte laten vallen. Probeert weer aan te zetten in de bocht. Maar moet eigenlijk meer oppassen voor Joep Zwageman die aan de kar is gekomen. Maar vooraan een hele mooie tweestrijd. Met aan de binnenzijde nog die Kerouan. Aan de buitenzijde echter de favoriet. En dat is paard nummer 8 Megan Flevo. Die met elke stap dichterbij komt. Erop en erover gaat. En Megan Flevo is de winnaar voor Kerouan. En op de derde plaats goed gelopen Buena Vista BR. En dat geldt ook daarachter voor Joep Zwageman. Die een eervolle vierde plaats noteert. Maar grote klasse hoor. Megan Flevo, geen gemakkelijke koers. IJzersterke winnares van deze GCC BV-prijs. De tweede in de carrière.